Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 55 hier in Emilia Romagna, oftewel Imola. We gaan vandaag verder met ronde nummer 3 van seizoen 4 van F1 2021 My Team Career Mode. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik niet goed. Ronde nummer 3 is het. Jazeker. Ronde nummer 3, excusee. Ik dacht even dat, dat we al een andere grote prijs hadden verreden. Maar goed, heb jij de vorige video in China gemist? Ronde nummer 2 dus. Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht met het i'tje. Klik daarop, je ziet die video verschijnen natuurlijk. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele afleveringen van mij mist. Daar zie je dus de afgelopen resultaten in Bahrein en China gewonnen. Dit is dus de derde ronde in seizoen 4. De vorige keer wonnen wij de wedstrijd in een krankzinnige race. Waarom? Het regende pijpen stelen en eigenlijk had die race afgelast moeten worden, maar de FIA gaf daar geen gehoor aan en liet ons toch racen. Verstappen werd in de vorige twee wedstrijden telkens tweede. Dus dat belooft nog heel wat voor deze grote prijs. Ik ben daar ontzettend benieuwd naar. Ik hoop jullie ook. Er is geen regen verwacht in de kwalificatie en de wedstrijd. Dus dat is goed om te zien. Het team heeft ook dit moment geen updates meegenomen in deze grote prijs. Waarom? De auto is gewoon nog goed. Mercedes komt wel dichterbij. Dus daar moeten we voor oppassen en uitkijken. Maar eerst is het kijken wat het gaat worden hier in de kwalificatie. Imola, een snelle baan. Een lastige baan. Dus het is gewoon spannend wat het gaat worden. Dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan voor de kwalificatie voor carrière aflevering 55. Hier in Emilia Romagna. We zijn er klaar voor. Hopelijk jij ook. Ik zou zeggen, daar gaan we dan natuurlijk. En ik verwacht hier wel naar de pole position te komen. Daar gaan we dan. Helaas, het begint niet goed voor ons. Waarom? Een fout met het koelingssysteem. Dat heeft ongeveer 2 minuten tijd nodig. Dus dat is wat jammer. Jazeker, Jeff bevestigt het. Een koelingsprobleem. Ongeveer 1,5 minuut waren we kwijt van onze tijd. Dan is het inmiddels gefixt. Het team heeft de auto weer gerepareerd en dus kunnen wij naar buiten voor onze eerste run in Q1 op de softbanden met nog ongeveer 12 minuten op de klok. Gaan we een klein beetje wijd en krijgen een track limit aan onze broek. Maar daar houdt het alleen maar bij volgens mij. Hier iets te veel over die broodjes heen en de auto wat verloren. Bij deze dubbele chicane nemen wij de auto gewoon goed. Daar gewoon weer te veel van het goede. Weer een track limit. En wij zijn doorverwezen naar P14. Maar het is geen probleem. Het is pas Q1. Hier ook iets te wijd. Een beetje blokkeren aan de buitenkant van de rechtervoorband. En we komen bij de start-finish. En dat is een P1 met een 1.13.0. Dat is goed om te zien. En dan is het daar helaas mislukt. Heb ik een momentje op die curbzone en is de tijd gewoon weggegooid. En we zijn aanbeland bij Q2 alweer. Want we zijn door naar Q1. Met ongeveer 2 minuten op de klok ben ik er naar buiten gegaan voor een laatste run. Onze enige run in Q2. We starten dus op die softbanden en dit wordt een alles of niets rondje. Daar gewoon veel te wijd. En dat is eigenlijk het rondje al weggegooid. Maar ik ga er gewoon nog een keer voor zitten. Kop naar beneden houden. Daar weer een klein momentje op de curbzone. Grind gepakt. Ja, Imola is een lastig circuit. Dat weet ik. En dus is het hier gewoon alles of niets. Dan is dat rondje helaas weggegooid. Maar we hebben gelukkig nog tijd voor een nieuw rondje. En dit wordt hem dan. Hier moeten wij gewoon gaan kijken wat dit gaat worden. Zijn er wel groen bij de Delta?
iets te wijd, maar dit keer redden wij de auto mooi en pakken al gelijk een paar tienden op onze eigen tijd. Jazeker. Al een seconde op onze eigen tijd, dus dat is goed om te zien. Finishvlag wordt gezwaaid voor Q2. We komen aan bij start-finish. Met nog geen tijd op onze klok, op onze rooster, op ons schema. En zijn wij door naar Q3? Dat is de vraag. Ik denk van wel natuurlijk. Jazeker, wij zijn door naar Q3. En gaan het gewoon bij één run houden als dat kan. Met nog 7 minuten op de klok. P10. Heel dicht langs die muur. Ja, we willen zo min mogelijk tijd zien te verliezen. Full commitment. En dat is goed om te zien. Wel een klein momentje op dat broodje. De auto was wat minder stabiel geworden door die curbstone ook. Miste daar wel een klein beetje de apex. Maar dat is geen probleem. Kom aan bij de laatste paar bochten in Imola. Grind happen, grind gepakt ook. Weer grind gepakt. DRS geopend. Maar dat is wel de pole position met een 1.12.5. En jazeker, Perez komt een halve seconde tekort. Perez een halve seconde niet naar de pole. En Verstappen. 17e. Dat is teleurstellend. Jammer maar helaas. Maar goed, daar kunnen we niks aan doen. Verstappen moet het nu gaan goedmaken in de grote prijs. Dus daar gaan we dan voor carrière aflevering 55 hier in Emilia Romagna. We zijn er klaar voor de wedstrijd. Daar gaan we dan. Hello there and welcome back to Imola, home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation of being a sensational event here at the Emilia Romagna Grand Prix. 3.1 miles of track here at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula One circuits as it's driven anti-clockwise. Let's hope no one forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight of the circuit and its only DRS zone. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking at the rest of today's grid, we have Ricardo, Sainz, Max Verstappen and Leclerc. Bottas, Norris, Hamilton, and George Russell. Joe, Gasly, Esteban Ocon, and Tsunoda. Stroll, Giovinazzi, Marcus Armstrong, and Callum Ilott. Latifi, Lundgaard, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Dan zijn we aanbeland bij de grid. Soft, hard is de strategie. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 55 hier in Imola. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen slecht weg, want Perez is al beter weg. De wielen haken al een klein beetje in elkaar om ervoor te zorgen dat wij Perez kunnen bijhouden. We maken een dive bomb naar de eerste bocht, duwen Perez daar gewoon wijd. En dat is weer de leiding heroverd in de grote prijs van Emilia-Romagna. Maar Perez zit hier te kijken voor een tegenaanval. Dat doet hij ook, maar we raken elkaar en Perez in het grind. En valt ver terug, Verstappen op P2. Dat gat is 3/10 naar Max. Ricciardo op P3, Leclerc op 4, Sainz op P5 en Perez helemaal achteraan.
in Imola. Gaan daar wel een klein beetje wijd, maar dat is geen probleem. Verstappen kan hier aanvallen, zit te kijken, maar wij gooien die deur daar dicht aan de binnenkant. Maar dat lukt ook niet. Ze gaan daar wel te wijd over die broodjes. En we zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Begin ronde nummer 3. Ook een Ferrari-coureur van... Nee, een Alfa Romeo is naar binnen geweest. En de Ricciardo zet de snelste race ronde met een 1.9... Met een 1.15.4, excusee. Is 3/10 harder. En Max zit binnen schootsafstand van de DRS. Het gat is 16e. Aan boord bij Perez. Herhaling van de start in Emilia-Romagna. Hij was gewoon beter weg. Hij kwam ook beter weg. We afknijpen had al geen zin meer. En dan denkt Perez hier, yes, ik heb P1 in handen. Maar dan komen wij hier terug, remmen heel laat. En duwen Perez daar vervolgens een klein beetje wijd. Dan heeft Perez hier een goede exit. Kijk dan naar de buitenkant. Ja, en het is 50-50. Perez stuurt in. Terwijl dat niet moet. En wij glijden naar buiten. Terwijl dat niet moet. En zo komt Perez helemaal achteraan te rijden. In de grote prijs. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Neem een klein beetje grind mee. En de Ricciardo zit te kijken. Leclerc naar P3. Verstappen teruggevallen naar P4. En Daniel zit ook te pushen voor de leiding in de wedstrijd. Kijk dan naar de buitenkant. Maar dat lukt niet. Probeert het hier dan. Ook weer aan de buitenkant. Hij is naast ons. We duwen hem daar van het circuit af. Maar Ricciardo houdt voet. En Leclerc is daar gewoon weg. Leclerc weg. Omdat hij ons heeft geraakt. En ook volgens mij Verstappen. Dus Verstappen moet naar binnen. Hij rijdt op P2. Maar gaat ver terugvallen in de grote prijs. We zitten zometeen in ronde nummer 9 van de wedstrijd. En Verstappen houdt Sainz, Ricciardo en Bottas op. Dus we hebben een klein gaatje naar de Spanjaard. Max is coming in for a stop. Max dus naar binnen voor een nieuwe volvleugel. En wij zitten in ronde nummer 9 alweer. Herhaling van Daniel Ricciardo die ons hier wat wijd zag gaan. En moet daar zelf actie ondernemen om ons niet te raken. Leclerc remt dat gat helemaal dicht naar Ricciardo. En Ricciardo en Leclerc zitten hier te kijken. Wij raken daar ook Daniel. En Ricciardo kan hier dan via de buitenkant weer terug aanvallen. Dat doet hij ook. Zet hem er hiernaast. En raakt ons. Oh, en Verstappen is die voorvleugel kwijtgeraakt door een touché met Daniel Ricciardo. En Sainz remt dat gat helemaal dicht. Mooi hoor. Sainz pakt Ricciardo buitenom. En Ricciardo kan niet terugkomen. Dus dat is nice om te zien aan boord bij Charles Leclerc. Je ziet hier Daniel Ricciardo wijd gaan. Wij rijden over die curbstone. En dat heeft ervoor gezorgd dat Perez Max aantikt. Sorry, dat Leclerc Max aantikt. Excusee. Want Perez die rijdt al lang achter in het veld. Safety car op de baan. Safety car op de baan vanwege Callum Ilott. En we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Gaan naar de soft banden. En we komen denk ik gewoon als terug de leider in de wedstrijd. Weer de baan op. 3,1 is de pitstop. Wat aan de langzamere kant, maar het is geen probleem. Bottas naar P2, Sainz op P3, Zhou op P4, Norris op P5. Zhou dus naar binnen, rijdt een uitstekende wedstrijd op P4. En daar is de safety car band Mylander zit te wachten. En hij rijdt dus nu aan de leiding in de grote prijs. Wij dus op P1, maar het gat naar Bottas is inmiddels geslonken tot 3/10. Hebben wij ook herhalingen van de crash met Ilott. Dit is... geen flauw idee wie dit is, maar teamgenoten raken elkaar. Armstrong en Lundgaard zijn het geweest. Sorry, Ilott en
Armstrong. En we zijn aan boord bij Marcus Armstrong, die spint. Jazeker, Armstrong spint. En dan kan Islet hem niet ontwijken. Dus de beide Williamsen raken elkaar in de grote prijs van Emilia-Romagna. Dit ziet Callum Islet. Voor ons dus zijn teamgenoot. En die spint daar. Armstrong gewoon kwijt en Islet ramt er gewoon bovenop. De safety car duikt weer naar binnen in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Nog 20 rondes te gaan en we moeten nog een keer naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan dus in, volgens mij over 8 rondjes, gaan we naar de medium compound. En Zhou rijdt een prima wedstrijd. Die moet volgens mij ook nog een keer naar binnen voor zijn laatste pitstop. Bottas moet ook nog een keer naar binnen. Sainz moet ook nog een keer naar binnen. Norris moet ook nog volgens mij een keer naar binnen. En we doen het lekker rustig aan. Gaan hier de boel gewoon ophouden. Bij een Mailander duikt de pitstraat in. De achterbanden worden gewoon lekker opgewarmd. En zometeen moet die herstart goed zijn. Want ik vrees voor Valtteri Bottas. Achterbanden opwarmen. En we gaan weer racen hier in Emilia-Romagna. Bottas is wakker gebleven en zit te kijken aan de buitenkant. Maar daar is geen plek. Sainz op P2. Sainz naar 2 pakt Valtteri Bottas. Dus Bottas verliest een plekje. Zhou op P4, Norris op P5. En nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd. Nog 19 rondes te gaan in de wedstrijd. 19 rondjes nog. Dus dat belooft nog wat. We gaan daar wel een klein beetje wijd, maar dat is geen probleem. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Als het daar geel is in sector 1. Bottas weg. Valtteri Bottas weg in de grote prijs. Staat daar stil in het grind volgens mij. En heeft Guanyu Zhou aangetikt. Die zijn er volgens mij met z'n tweeën door één bocht heen gegaan. En dat gaat nogal lastig op dit circuit. En dus is Bottas de Sjaak. Het haantje, de lul, oftewel. Nieuwe strategie beschikbaar. En we duiken dus naar de medium compound in ronde nummer 20 alweer. Aan boord bij Valtteri Bottas, want Guanyu Zhou valt hem aan. Met z'n tweeën door die bocht, dat gaat niet. Ja, het is Bottas die daar zelf Guanyu Zhou aantikt. Bottas dus de pineut van zijn eigen inhaalactie, zijn eigen terugactie, om Zhou weer terug te pakken in die bocht. Dat is niet gelukt en dat is dus een raar resultaat die je krijgt. Twee auto's in één bocht lukt niet en Bottas is dus de pineut. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd als we naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan dus naar de medium compound en Zhou aan de leiding. In de grote prijs van Emilia-Romagna. Norris naar binnen. Russell naar binnen. Giovinazzi naar binnen. Gasly rijdt door. Perez rijdt door. 2,4 is de pitstop. En komen terug op P4. Jazeker. P4 op het asfalt. Maar in werkelijkheid gewoon P2. Want Perez en Gasly pakken wij wel bij de pitstops. Ik ben benieuwd naar het gat naar Guanyu Zhou. Hoe groot dat gat is. Ik denk groter dan een pitstop. Dus Guanyu Zhou kan wel voor een gevaar zorgen in de laatste fase van de wedstrijd. En Guanyu Zhou duikt naar binnen in ronde nummer 22. En gaat weer naar de softbanden. Dus die is volgens mij medium soft soft gegaan. En die komt pal achter ons weer de baan op. Dus Guanyu Zhou kan dat gat gaan dichtrijden. Met nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd. Dat gat is 4,2 seconden. Dat is al 3,7. Dus hij is bezig aan hun inhaalreeks. We stappen op P4. Ronde nummer 26. En Guanyu Zhou zit te kijken. Maar we raken elkaar in de eerste bocht bij start finish. Guanyu Zhou de pitsmuur ingeduwd. En wij duwen Guanyu Zhou daar gewoon helemaal wijd. Raar moment wat daar gebeurde.
Geen safety car op de baan. Guanyu zou dus naar binnen voor een nieuwe neus. En dat vergooit de wedstrijd. En misschien wel een kans op zijn eerste podium in zijn Formule 1 carrière. Norris met als snelste race van de punt op P3. Dat heeft iemand afgepakt. We zitten zo meteen in de laatste ronde van de wedstrijd. We hebben Nikita Mazepin die hier op een ronde wordt gezet. En ga nog een poging doen voor het snelste race rond het punt. Verstappen en Norris knokken om P2. Verstappen na P2. Norris zit er dicht achter op P3. En Norris pakt Verstappen voor P2. Dus Verstappen gooit een 1-2'tje weg in de laatste ronde van de wedstrijd. Kan Max nog terugkomen? Dat is de vraag. We zetten groen in sector 1 neer. Een persoonlijke verbetering in de eerste sector. Geel in sector 1. Ook een Mercedes staat daar stil. Krijgen een track limits waarschuwing van de FIA. Maar dat is geen probleem. Dat is Valtteri Bottas die daar volgens mij alweer stil staat. En die rijdt weer. Zetten ook weer groen in sector 2 neer. En kan Max nog naar Norris toe rijden? Ik denk het niet. Komen bij de laatste paar bochten aan in Emilia-Romagna. Gaan hier de wedstrijd winnen voor de derde achtereenvolgende keer in seizoen 4. Pakken. Ook dat snelste race rond de punten. Dus dat is goed om te zien. Pakken hier weer 26 punten in totaal voor mezelf. Max op het podium. Geen 1-2'tje dit keer. Jammer maar helaas. Maar dat geeft niks. Op naar de volgende wedstrijd in Barcelona natuurlijk. Can't fault the performance on the track today. A well-deserved victory. So, Anthony, what made the difference out there today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Emilia-Romagna. Pakken ook dat snelste race rond het punt. Norris naar P2, Verstappen op het podium. Van P5 naar P3, Giovinazzi kreeg driver of the day. Terecht 10 plekken gewonnen. George Russell knap naar P5. Hamilton knap naar P4. En Bottas eindigt buiten de punten. Komt 2/10 tekort op Carlos Sainz. And we'll see you for the next one. Twee uitvallers, Ricciardo en Aylet. Nikita Mazepin op een ronde gezet. 27 punten verschil naar Verstappen. En 76 punten verschil naar McLaren. En Mercedes komt dichterbij aan McLaren. Maar goed, dat is allemaal voor de volgende keer, mensen. De rivaliteit breekt down met mezelf en Perez. 18-9 met nog 4 wedstrijden te gaan, dus dat zit wel snor. Team McLaren level 26 dus, het team level 21 en level 21 dus Max. Beide 42%, dus dat is goed om te zien. We moeten dit gewoon vol zien te houden. Cash, alles binnengewerkt binnen van de sponsoren. 3,81 miljoen in totaal. Helaas, schade gereden. 1k missen wij. 124k dus erbij in totaal. $27,42 miljoen op de bank, dus dat kunnen we gaan besteden aan faciliteiten en misschien het contract van Max in de tweede seizoenshelft van seizoen 4. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career content. Schakel ook gelijk dat badge aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer er een nieuwe video van mij verschijnt. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Janan, mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder in Spanje. Tot ziens.